gedaan en ook samen mensen rondgeleid. Op een serieuze manier, hè? Altijd. Niet altijd. Maar op een beetje een ludieke manier, ook vooral met kinderen. Dat had hij ook heel veel gedaan natuurlijk. Met dingetjes uit het bos en daar wat over vertellen aan die kinderen. Ja. Louis, we staan hier in het veld op de Hoge Veluwe. Hopelijk dat we het er gaan zien natuurlijk. Ja. Want de bronst is begonnen. De bronst is begonnen. Dat is meestal in de boeken staat half september, half oktober. Maar op de Hoge Veluwe begint het wel vaak wat eerder. Waar het dan ligt, ik zou het echt niet durven zeggen. Maar als het dan weer wat warmer is, dan zakt het weer wat in. Dus het moet goed koud worden. En dan beginnen die herten te burrelen. Dan gaan ze echt op zoek naar de dames. Ja. Ja. En heb je het al gezien? We hebben daar verschillende keren meegemaakt, ook hier, maar ook verderop op de Hoge Veluwe bij het Reemse Veld. Echt mooie herten, een grote jongen hadden we daar, zeg maar een 24 ender. Prachtig mooi gewei, hè. Dus, en die had ook in ieder geval verschillende keren ook een hele partij dames om zich heen. En die worden dan bevrucht en dan hopen we volgend jaar er weer wat kleintjes bij te hebben. Dat is maar ongeveer een week of vier. Het loopt dus een keer wat uit, vijf, maar dan is het weer afgelopen. Dan kijken ze het hele jaar niet meer om naar die dames. Dan trekken de mannen die kant op en de vrouwen die kant op. En dan willen die vrouwen ook niks met die mannen te maken hebben. Die komen niet meer aan de bak, dus die kunnen het hele jaar weer uitrusten. Ja. Maar nu zag ik net, ik zie ze al komen. Oh, kijk eens aan. Oh, zie? Dat is helemaal ik zie mooi, ze al komen, ja. Ja. Wel zien, er komen een paar dames, maar we hopen dat er ook nog een grote man bij komt. Die ook nog een keer dat geluid laat horen, hè? Dat burrelen. Ja, want daar gaat het om. Trouwens, daar wil ik ook even iets over zeggen, want heel veel mensen die denken dat burrelen, dat het is om vrouwtjes te lokken. Dat is absoluut niet, daar is geen sprake van. Dat burrelen doen ze alleen om hun rivaal op afstand te houden. Hè? Dus... Dus het ene hert burrelt soms nog wat harder dan de ander, maar dat doen ze alleen om te zeggen, nou, dit is mijn plek. Zolang er geen dames in de buurt zijn, heb ik het hier voor te zeggen. En als hij dan op een gegeven moment de vrouwen dus om zich heen verzameld heeft, want daar moet hij voor in de modder rollen. Dat gebeurt soms ook wel eens dat we dat hier zien. En piest hij zich helemaal onder en dan hoe harder die stinkt. Dus hij moet net zo hard stinken dat je hem hier vandaan in Apeldoorn kan rukken. En dan komen de dames erop af. En hij maakt dan die geluiden van... Maar die dames maken dit geluid. Mwah. Echt hoor? Ja, dat is heel herkenbaar voor ons mannen. Hè? Als ik nou vanavond thuis kom bij Francine en dan zegt ze, nou, hoe was het op de Hoge Veluwe? En dan heb ik een heel verhaal natuurlijk. En aan de afloop van het verhaal zegt ze, mwah. Nee, maar dat is zuiver waar. Dat is echt, dat geluid maken die dames. Ik heb weer wat geleerd. Maar goed. Nu is even wat anders, Louis. De boeren, die moeten inkrimpen vanwege de stikstof. Kun je hier in de bossen daar ook wat van merken? Nou, ik denk, moet je luisteren, er is best wat aan de hand in de natuur. Maar om nou direct schuldigen aan te gaan wijzen, hè, want dat is natuurlijk, daar zijn ze bij de politiek natuurlijk altijd heel snel mee. Dan worden dus de boeren, die moeten altijd meteen de schop in de hoek krijgen. Maar als je dus ook naar boven kijkt, dan komen er ook nog wel eens wat vliegtuigjes over. En wat stoten die voor rotzooi uit? Hè? Dus om direct een schuldige aan te gaan wijzen, ik denk dat we met z'n allen... met die hele welvaartsmaatschappij zijn we allemaal wel een beetje schuldig. Maar ik vind niet dat je direct daar de boeren voor aan moet pakken. Want die hebben al door de jaren heen al... want er klopt hier ook een beetje een boerenhart. Dat mag je gerust weten. Ik hou van de natuur, daar ben ik gek van. Maar ook een beetje boerenhart. En daar heb ik echt gevoel voor. Dus ik vind dat niet eerlijk. Nee, dat is het ook absoluut niet. Nee. Dus dat zal toch op een andere manier opgelost moeten worden. Maar hier op de Hoge Veluwe, zeg maar met de heide, die stond nu
toch hartstikke mooi in bloei. Ja, want vorig jaar waren er heel veel pessimisten. Toen hadden we heel veel droogte. En dat zie je hier ook. Hè. Zo'n polletje zoals hier, dat is helemaal gebeurd. Er wordt niks meer. Maar zo is daar en daar en daar. En we hebben elders op de Veluwe prachtige heibloei gehad. Hè. En die pessimisten vorig jaar, die zeiden, er wordt niks meer. Het duurt wel jaren 4, 5 voordat die hei weer eens goed wordt. En wat zie je meteen het jaar later? En prachtige mooie bloei. Hè. En dat is ook met de regen natuurlijk. Net een buitje regen extra bijgekomen. Fantastisch. Ja. Maar wat me wel zorgen baart, dat zie ik wel meer, dat er heel veel bomen doodgaan. Ja, er is iets, er is best iets aan de hand met bijvoorbeeld met de eiken die dan op een gegeven moment afsterven. Ja, ja, wat is daar direct de oorzaak van? Er is natuurlijk wel wat aan het veranderen, want ik heb kennissen die wonen in Spanje en daar, misschien heb je het gelezen of niet, maar er is een verschrikkelijk noodweer geweest, overstromingen, weet ik wat allemaal. Dus die mensen die zeggen, ja, jullie kunnen wel praten over dat er geen klimaatverandering is, maar dat is wel zo. En de hele wereld is natuurlijk in beweging, dat is al eeuwenlang zo geweest, op een gegeven moment warme periodes, koude periodes, dus ik denk dat we nu wel weer aan een hele grote verandering bezig zijn en wij kunnen met z'n allen zeggen van, we gaan dit doen en we gaan dat doen en die maatregelen treffen en die, maar of we de wereld redden, ik ben bang dat wij dat niet met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n allen redden. Nee, daar ben ik vast van overtuigd. Want anders ben je blind, want als je in de natuur ziet, en dat zie je ook in allerlei zaken, ook in de politiek, maar ook de hele wereld over, mensen zijn toch een beetje chaotisch bezig. Dat je van een bepaalde, politieke leider zegt van, nou, geweldig, maar dat die man soms beslissingen neemt waar jij en ik met ons boerenverstand zeggen van, hoe kan die man dat zo doen? Ja. Dus misschien moet er weer eens een keer gewoon iemand opstaan die zijn boerenverstand gebruikt en het op die manier regelt. Ik heb gisteren een programma gezien van Op de Boerderij. Oh ja. Die man die zegt, we moeten weer terug naar de basis. Ja. Ja, dat zijn mijn meesten vroeger op school ook al. Ja. En ik luister er ook niet altijd even best. Oh, maar nee. Ja, ik denk dat we ook met z'n allen te veel willen. En dat zie je nou ook, ik las in de krant het berichtje over dat er zoveel mensen met vakantie naar de Veluwe geweest zijn. Maar ze willen ook alles, comfort en weet ik wat allemaal, het wordt allemaal keurig verzorgd. Vroeger gingen mensen met een tentje en een thermoskannetje en een snee brood. Maar dat, blijkbaar moet het allemaal van alle gemakken voorzien en dan gaan we de wildernis in. Nou ja, wat is dan nog wildernis? Dat stelt voor mij dan heel weinig voor. Als ik echt zeg, ik wil het bos in en ik wil wat zien en ik wil wat beleven, ja, dan moet ik er wel wat voor doen. Een beetje waar we het straks ook over hadden en vooral met de jeugd, je moet er tegenwoordig wel meer voor doen. Want ze zijn allemaal gewend, oh wacht even, zoek ik even op met het veegapparaat. Ja, ja. Want dan zeggen ze, heeft u niet zo'n veegapparaat? Ik zeg, ik heb alleen stoffer en blik thuis. En mijn kleinzoon die zei pas nog, opa, moet je ook geen tablet? Ik zei, nou die neem ik alleen als ik pin in mijn hoofd uit. Ja. Ja, dus dat zijn allemaal dingetjes, ik zal er op de duur ook wel aan motten, want het is natuurlijk hartstikke handig zo'n apparaatje, maar nu ben ik nog gelukkig zo met een ouderwets ding en dat het kan. Ja, ja, absoluut. Nu gaan we zien of we de herten kunnen vinden. Daar gaan we naar op zoek. Dat moeten we zeker doen, want als we ze hier niet zien, dan gaan we gewoon zoeken en we zullen ze vinden, want dat staat zelfs in de Bijbel. Hè? Ja. Zoekt en gij zult vinden. Dus zien we ze hier niet, dan gaan we een stukje verderop. Want de Hoge Veluwe is heel groot, dus we moeten ze zeker kunnen vinden.